Goedendag mensen en welkom bij HDDU. Vandaag gaan we een... Ga ik me even voorstellen natuurlijk, want ik ben iemand anders, zoals je het. Mijn naam is Jan. Ik ga vaak games doen. Ik doe echt de 6e games die er aan zijn. En vandaag gaan we hard turneren. Dat doe ik dus altijd. Ik doe gewoon de games die je in het echt doet, doe ik virtueel. Dus ik doe ze op de computer. Dat vind ik hartstikke leuk, want vandaag, dat hart in jagen, dat doe je ook wel eens in het echt natuurlijk, als je met kaarten zit. Dus ik dacht van, ik maak een video ervan. En ik ben dus Jan, zoals ik al zei, Harm die maakt andere filmpjes, dus die maakt van shooters, maar daar hou ik echt niet van. Ach, die jeugd van tegenwoordig, waarom speel je niet gewoon virtueel kaartspellen of zo? Dat is mijn lievelingsspel. Oké, dus gaan we vandaag dus ook doen. En vandaag gaan we dus hard een jaar doen, zoals ik al een paar keer heb gezegd. En het gaat als volgt. Je moet zo weinig mogelijk punten krijgen. En je krijgt punten. Als je harten binnenkrijgt en deze vrouw. Als je die binnenkrijgt, krijg je ook. En dus harten. Die kun je kijken. In het begin moet ik de kaart doorschuiven naar de volgende. En dan krijg ik ook een paar terug. Laten we gewoon beginnen. Dan laat ik het jullie allemaal wel even zien. Oké. Ik stuur de domste kaartjes weg. Even kijken. Die kan het erin wel houden. Dan doe ik zo. Ik heb best wel mooie kaarten. Zo. Dan moet ik nog eentje erbij en dan doe ik gewoon deze. Ja, dat vind ik wel een mooie kaart. Oké, nou laten we dan maar doorschuiven. Oké, dit zijn mijn kaarten die ik dus nu heb. En ze hebben al opgelegd. Je legt gewoon de laatste kaart op. En je moet er proberen. Oh, deze kan ik wel pakken bijvoorbeeld. Want niemand legt er strafpunten bij. Dus ik heb geen strafpunten. Als het goed is, nou, ik heb dus... Geen strafpunten. U beurt. Oké, nu ben ik dus aan de beurt. En ik ga nog een keer spelen met deze. Zo, nou, die haar ook dus niet binnen. Kijk, nu beginnen ze met schoppen. Nu moet je niet de aas erop leggen, dat is de hoogste of de heer. Maar dan legt iemand anders de vrouw op en dan krijg je strafpunten. Dat moet je niet doen. Niet handig. Mag wel, maar niet handig. Dus ik leg gewoon een... Kijk, iemand legt de vrouw op, want die heeft geen andere schoppen, dus die haalt hem zelf binnen. Kijk, en deze is hulle wat deze zat. Ha, zoals hij heet, die heeft ze. Deze die klaver opgelegd, die andere legt er schoppen op. Maar dat is niet de hoogste, want die moet eigenlijk deze aanleggen dus. Die heeft ze niet meer. En deze legt een hart op. Dus ik heb ze nog wel, kijk hier. En die leg ik dan op. Ik moet er natuurlijk niet boven, anders krijg ik een strafpunt. Gezinnen. Hier heb ik best wel pech, maar ook weer hoog wel geluk. Want ik moet er boven, want hij heeft de klaver. En die andere, die hebben al gelukkig geen strafpunt erop, dus die kan ik mooi pakken. Ja. Ja. Zo. Oké. Hier, ik hoor gewoon deze. We hebben geen schoppen. Dat is heel jammer. Nu heb ik één strafpunt. Dit is niet handig. Nee. Oké, ik gooi gewoon een 4 op. Jullie begrijpen het vast al, als jullie het nog nooit hebben gezien. Ja. Ik kan gewoon 4 opgooien, want ik heb niet laag. Oké, deze pak ik, deze slag. Oh nee, gelukkig. Ik heb pakken nu. Hartens. Oké, even kijken hoor. Ik moet hartens bijgooien. Nou ja, ik gooi gewoon deze bij. Zo, geweldig. Nu gooi ze ruitens. Nou ja, ik gooi er natuurlijk. Ik gooi er gewoon zo'n erbij. Maakt nu eigenlijk niet meer zoveel uit. Ik geef hem wel strafpunt weg. Kijk, die geef mooi weg. Ik krijg toch geen set meer weg, zeker. En ruppa die erbij. Zo. Een spel uitgespeeld. Oké, dit wordt de eerste hand. Hier, ik sta nummer 2. Doe heeft 0 strafpunten. D 11 en H 14. Je kunt 26 strafpunten krijgen. En als iemand alle 26 strafpunten heeft, dus alle hartens en alle en de schoppen vrouw, dan hebben de andere automatisch allemaal 26. Dus je moet ze allemaal krijgen. Dan heb je bijvoorbeeld alle harten behalve de schoppen vrouw. Ja, dan heb je pech. Dan heb je hartstikke veel. Maar heb je ze allemaal, dan heb je 0. En die andere allemaal 26. Dat is het spel nou. Laten we de volgende hand gaan spelen. Oké, nu moet ik hem wel een paar doorgeven. Nou, ik geef natuurlijk de aas weg. Want deze hoofd zijn, daar kan ik heel veel strafpunten mee innen. Dus die gooi ik maar weg. Dan gooi ik deze weg.
En ik hoorde je weer. Zo. Dus, oh, dit is dan op zich jammer, want ik heb de schoppende vrouw. Dus dan moet ik hem oppassen. Ik moet hem zelf niet te krijgen. Oké, nou, laten we de aas erbij gaan gooien. Zo. Laten we nu maar deze gaan opgooien. Zo, die pak ik ook, die slag. Even kijken hoor, ik gooi gewoon die op. Zo, geweldig. Nou, die pakt iemand anders dus. Oké, nou, die gooit dus op. Die wilt de schoppende vrouw eruit halen, maar ik heb zoveel schoppen, dus ik kan me zo winnen. Zo, die neem ik ook binnen. Zo, geweldig. Nu doen we gewoon even drie. Ik denk dat er nu iemand niet meer heeft. Nou, die pak ik dus ook. Nou, die pak ik ook. Hebben hun twee geen harten? Zo, heel vreemd hoor. Die heeft een hart in het bovenste. Oké, nou ja, nu gooien ze dus de haartjes op, hè. En nu moet ik ook bijleggen, want ik kan natuurlijk niets anders opleggen. Nou, dat snap je natuurlijk wel. Oké, nou, nu even kijken. Ja, schoppen. Die moet ik meenemen. Nou, ah, sorry, het spijt me. Ik kan gewoon echt niet anders. Maar nu doe ik deze weer. Die pakken hun weer. Oké, en nu heb ik net geluk, want ik heb nog één. Dus ik krijg de eigen strafpunten niet. Daar ben ik blij om. Nu gooi ik gewoon deze op. Die. En nu heb ik dus hulp. Weet je waarom? Dat komt omdat ik alleen een schoppende vrouw nog heb. Ik kan er niet boven, dus ik moet hem opleggen. Ja. 18 strafpunten. Vierde plaats. Ik zal. Dus wel jammer, ik zijn nu gewoon laatste. Maar we gaan gewoon verder hoor. Ik geef nu zomaar op. Erg niet. Erg niet. Even kijken hoor. Welke zou ik nog weggooien? Ik gooi die weg, die weg. En ik gooi gewoon één weg. Zo. En ik gooi die weg. En even kijken. Nou, doe dit toch ook maar bij. Zo. Dit is wel een mooie kaart. Nou, eens even kijken. Even kijken hoor. Die pak ik die slag. En laten we zien wie de vrouw heeft. Nee, die pak ik. Laten we nog eens zien. Nee. Kom nou maar een keer met die haarten. Die H heeft hem, denk ik. Ik denk dat H hem heeft, die schoppen vrouw. Stroomen gevoel, ja. Jan weet het altijd, hè. Laten we de. Ja, hij heeft hem. Kijk, wat zei ik jullie? Welke zou ik opleggen? Ik echt lekker sick, ja. Dat is echt cool zo. Welke zou ik opleggen? Laten we zien. Nou ja, deze ga ik gewoon pakken. Ik ga hem gewoon pakken, boeit me helemaal niks. En dan gooi ik gewoon 4 op. Oh, en hebben niks meer. Dat is dan hartstikke jammer. Oké, dan nog ook gewoon. Kijk, die heeft er nog net een eentje boven. Dan heb ik weer geluk. Geluk, hard geluk. Geluk. Nu heb ik ook een geluk. Nu ga ik gewoon bijleggen. Zo. En nog eentje. Zo. Nou. Twee strafpunten maar deze hand. Het is geweldig. Nu sta ik in één keer derde plaats. Ik ga omhoog. Ik kom terug, zeg ik dan altijd. Klaar voor twee. Ik moet nog gewoon beginnen. Ik mag nu niet doorschuiven. Ik wil ook niet waar gaan mee zeggen. Oké, laten we gewoon gauw verder gaan. Oh, ik heb mooie kaarten op zich, moet ik zeggen. Geweldig. Laten we die schoppende vrouw eruit halen. Nummer 1. Ja, daar komt hij hoor. Hij heeft hem weer. Ik had al zo voorgevoel. Een doel had hem sowieso niet. Oh ja. Ja. Je moet dan natuurlijk ook spelen, hè. Laten we nog een keer gaan. Zo. Nou, dan ben ik daar maar vanaf. Jurp. Nou, laten we nog een keer deze mooie kaart gaan spelen. Ik vind die mooie kaart nog geweldig. Even kijken, ik had. Ja, er komen nog een paar over. Even kijken. Oeh, daar gingen de hartens. Die moet ik. Wacht, ja. Kijk, nu moet ik er boven. En nu is het de handig dat ik hem met de hoogste pak. Want anders pakken, moet ik hem zo nog een keer pakken. Dus ik pak hem gewoon met hoogte. Ik heb helaas 4, maar ja. Dat zei je zo, hè. Het gaat hartstikke goed, vind ik op zich. Nou ja, ik gooi gewoon. 7 bij. Ja, kijk, die moest je wel pakken, gelukkig. Dik.
denk, ja, gelukkig, ik heb hem te pakken. Nou ja, en nu heb ik de laatste ronde niet. Oei, alweer, 4 strafpunten, die staan nog steeds derde plaats. En ha, die staan dik achter. Eerste plaats gaat gewoon moeilijk worden, dus ik moet Doe een beetje gaan pesten. Dat bedoelt de bedoeling. Jo, jo. Dus, oké, nou ja, laten we maar door. Oh, ik heb alles vol met haagdumps, dus ik moet wat door gaan geven. Nou ja, doe maar wat deze en zo een beetje. Nee, ik doe het zo. Ik hou gewoon aan de haagdumps. Ik weet niet hoe handig. Holy shit, ik gooi echt. Ik heb echt alle harten zitten maar zin. Dit is gewoon geweldig. Dit vind ik geweldig hoor. Dus. Oké, die gooit dus een 3 op. Dat vind ik geweldig dat hij dat doet. Want nu, die heb ik niet. Dus ik gooi gewoon de kaart erbij. Handig. Handig. Zo. Ik ga gewoon alle harten stuk voor stuk. Oh, die heb ik wel. Ja, die pak ik nou door. Hè. Laten we maar beginnen. En gooi ik gewoon deze mooi op. Kijk, die moet er boven. Hè. Nou, nu kan ik deze ook wel pakken natuurlijk. Hè. Dan maak ik me nu helemaal niks meer uit. En ik gooi gewoon de 5 erbij. Zo, die pak jij nog te doen. En dan deze nog de 10 en dan hoor ik die erbij. Hoppa. Dit is een mooi potje, ik heb maar 1 bestrafpunt. Boeit me wel even lekker. Nu pak Doe alle strafpunten. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi, moet je kijken. En pak je nog een mooi strafpuntje erbij. Nog eentje erbij. Nu heeft Doe tenminste ook wat erbij hoor. Hoppa. Ik schrok al, maar ik dacht al, heeft hij nou ze allemaal? En kijk, hij had ze bijna allemaal. Ik had nog een oh ja, ik had ook nog een strafpunt, hè. En die had ook nog één, dus geweldig. Ja. Oké, ik denk dat het tijd is om deze part af te zetten. Dus je hoort het al, part. En dan komt de deel 2 natuurlijk, hè. Dan komt de deel 2. Dus wil je kijken, het is hartstikke mooi. Ik sta nu op de tweede plaats. Ik ga op naar nummer 1. Nog 3 strafpunten, dan sta ik al 1. Dus ik moet gewoon zorgen dat die een paar strafpunten erbij krijgt. Ja, dat gaat gewoon hartstikke goed. En dan zie ik wel de volgende keer, natuurlijk met een nieuw deel. Hè. Ik ga misschien nog een ander kaartspel doen. Maar dat zien we dan wel. Tot de volgende keer, mensen. Hey, mensen.